Hoi en wat super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carijn Tukkes en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag ben ik er weer met een extra kerstvideo. Ik heb er weer zin in. Ik heb een mooi frame en heel veel kerstgroen, mooie materialen. Dus genoeg om een leuke video voor jullie te maken. Heb je er zin in? Doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis. Dan mis je niks van alle leuke extra video's en alle video's die ik maak. En wil je het pakket van vandaag bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uwelijnbloemist.nl. We verzenden door heel Nederland, België en Duitsland. Dus waar je ook woont, het komt gewoon naar je toe. En ik wil er gelijk even bij zeggen. Hiervan is een exclusieve voorraad. Dus als het op is, is het ook echt op. Ik heb alles meegenomen bij de groothandel wat er was. Dus wil je deze niet missen, bestel hem snel. En dan zou ik zeggen, laten we gauw gaan beginnen. Een heel leuk en apart frame. En je zult zeggen, wat gaan we ermee doen? Nou, we gaan een heel mooi bloemstuk weer maken. Het leuke eraan is dat je er dingen aan kan ophangen. Zoals mooie kerstballen. We gaan hem vandaag mooi neutraal opmaken. Maar ja, misschien heb je net wel die aparte kerstballen of hangers in je boom. Dan kan je die ook heel leuk aan deze boom eigenlijk opmaken. Dus een aparte kerstboom gaan we eigenlijk maken. Ook wat verse bloemen erbij in. Lampjes. Dus we gaan gauw beginnen. Allereerst ga ik wat toefjes maken die ik hier ga inhangen op verschillende hoogtes. Ik gebruik daarvoor verschillend kerstgroen. Ik pak daar overal wat van bij elkaar. En eigenlijk een beetje hetzelfde als bij de vorige video maak je daar een bundeltje van. Dus eigenlijk een klein toefje. En je kan hier eigenlijk van alles voor gebruiken. Ik gebruik echt kerstgroen. Droog mooi in. Pak ik zo bij elkaar. Wel wat grovere toefjes. En daar wikkel ik even een ijzeren draadje omheen. Pak even een andere tang. Want met een snoeischaar nooit ijs knippen. Want dan hou je hem niet lang mooi. Dat is gewoon zonde. Gebruik dus voor een draad. Een draadtang of een alles knippen. Knip de steeltjes even mooi recht af. Ziet het gelijk netjes uit. Hieromheen maken we een wikkeling met een touwtje. Zodat het draad niet meer zichtbaar is. Dus het gelijk mooi weggewerkt. Maak even een knoopje in. En die kan je dan ophangen. Het ruikt gelijk zo lekker. Geeft gelijk een beetje een gezellig gevoel. En die hang ik dus op aan een van die haakjes. En dat doe ik 3 maal. Zoals je kan zien hangt het kerstgroen mooi. Dan heb ik ook nog kerstballen dus. Het zijn hele mooie houten kerstballen. Mooi in het grijs, heel neutraal. Maar je kan dus eigenlijk elk gewenste bal aanhangen. Die krijgen ook een plekje. En dan heb ik nog wat flesjes die ik er ook graag in wil hangen. Zodat je ook wat verse bloemen aan kan toevoegen. Doe ik ook gewoon met een touwtje. Vul je hem even met water. En dan kan er eigenlijk gewoon elk gewenst bloemetje in. Het leuke dan aan dit stuk is dat je eigenlijk het hele kersttijd kan je er gewoon van genieten. Omdat je vervangt even een paar van die bloemetjes. En je hebt het gewoon weer mooi. Of je haalt zelfs de bloemetjes uit. Dan is hij nog steeds heel erg leuk. Op het flesje wikkel je gewoon ook even een touwtje. En dan hang je die op dezelfde manier op. En dan heeft hij niet nog 2 haakjes vrij. Maar je kan bijvoorbeeld bij eentje met een kerstbal. Of een kerstbal vervangen. Of hier eentje erbij aanhangen. Alleen nog wat korter. Ik vind het wel mooi als er 2 flesjes aankomen met bloemen. Je kan erover kiezen om 2 toefjes te doen. Dus overal 2 van.
net wat je zelf leuk vindt. Er zit materiaal genoeg in, dus je kan het helemaal maken zoals je zelf wil. En dan vul ik hem even met de waterfles. Ideaal vind ik deze met het vullen van kleine flesjes. En dan heb ik nog een mooie decoratieslinger. Je kan hem in het geheel gebruiken. Je kan hem de decoratie los gebruiken. Wat je zelf leuk vindt. En die kan je er dan in verdelen. Of je haalt de decoratie eraf. En je gebruikt de slinger. De decoratie los van de lampjes. Je kan eventueel het kastje even een beetje wegwerken. Met bijvoorbeeld een beetje mos of wat kerstgroen eromheen. Nou, je kan het strak omhangen, je kan het los omhangen. Eigenlijk gewoon echt de bom versieren. Dat is wat we vandaag hebben gedaan. Je kan eventueel nog het kastje wegwerken door nog een toefje te maken en om eromheen te doen aan de onderkant. Net wat je zelf prettig vindt. En ik zal nog eventjes laten zien hoe die eruit ziet met het licht uit. Nou ja, als het dan wat donkerder wordt, is dit toch wel echt heel erg gezellig. Wil je nou zelf zo'n leuke boom maken? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebenoist.nl. Je vindt onder kopje cursuspakketten. Wees snel bij, want op is op. En zoals ik al zei, deze kan niet aangevuld worden. Dus als hij helemaal is uitverkocht, is hij ook echt uitverkocht. Maar tot aan de kerst komen er heel veel leuke DIY's online. Dus nog genoeg leuks. Goed, ik wil jullie bedanken voor het kijken en zie me de volgende keer weer. Doei!